voetbal blijft natuurlijk altijd voetbal. Alleen de ondervinding zegt mij dat op dit niveau denk ik dat Arsenal misschien bij de thuiswedstrijd heb ik een aantal tekenen gezien van, dat was dan vooral voor de wedstrijd, dat ze misschien dachten van ja, we lopen er hier over. Ik denk dat dat morgen wel niet meer het geval gaat zijn, dat ze dus wel bij de les zullen zijn. Voetbal blijft voetbal en we hopen natuurlijk van altijd te kunnen stunten, maar uit ervaring weet ik dat het op dat niveau niet altijd makkelijk is. C'est un match très difficile. Depuis le tirage au sort, j'avais dit surtout pas prendre le meilleur. C'est peut-être pas le meilleur, mais prendre quelqu'un qui doit se qualifier. C'est le match de la qualification pour Arsenal. Et donc, ils vont le prendre très au sérieux, surtout après le match aller où ils ont failli être battus. Het wordt natuurlijk een moeilijke wedstrijd, gezien dat er toch twee, ik zou zeggen, topspelers op ons niveau, De Voer en Matias Suarez, er zeker al niet bij zullen zijn. Dus dan weet je dat het een moeilijke opdracht wordt. We hebben nog andere jongens, we hebben jonge spelers, goede spelers. Dus het is aan hen van morgen te laten zien dat ze hun plaats in de kern van Anderlecht waard zijn. Vous savez, si on fait un match nul dans les circonstances que l'on connaît ici, ce sera un exploit. Je crois qu'il faut surtout se focaliser sur la qualification pour l'Europa League, c'est-à-dire le match contre Galatasaray. Et celui-là, on aura besoin de tout le monde pour à la fois les joueurs, le public, nos supporters, pour le gagner et être qualifié pour, après l'hiver, pour l'Europa League. Moi, j'ai les graines pour avoir des forces. Bon, Chamberlain. Moi, j'ai les plantes pour avoir aussi des forces. Le thé, ça c'est pour avoir la sagesse. Hello. L'hygiène de vie. Bonne heure.